Gelukkig nieuwjaar. Afgelopen jaar hadden we de Dutch Cat. Ja. Wat voor een herinnering heb je aan de Dutch Cat bij jou in de haven? Ja, echt een hoogtepunt. Ja, voor ons als haven. En, dat maak je natuurlijk één keer mee. Dat, een primeur op botergebied. Dat is de laatste 10, 15 jaar niet voorgekomen. En hij scoort, ja? Stel zo'n schip. Hij scoorde erg goed op de Hiswa, hè, met allerlei prijzen, ja. Internationaal, ook nationaal? Ook nationaal. Hij is ook genomineerd voor Boat of the Year in Europa. Is dat wat? Ja, de top of the bill. Ja, absoluut. Nee, absoluut. Dat moet je niet onderschatten. Dat wordt in Boot Düsseldorf wordt dat onthuld. Oh, ja. En dat is echt de grootste buffer van de wereld. Ja, dan weet je ook niet meer, dat is 6 keer rij, zeg maar. Ja, ja. Dus dat gaat hij echt hoog overgooien. Heb je daar dan wat mee? Heb je dan het gevoel dat het is een stukje van mij, van ons? Ja, zeker. Ja, Janek heeft onze haven ook uitgekozen als uitvalsbasis, als verkoopkantoor. Zijn vaste lichtplaats is bij ons. En we hebben hem, ik zou niet zeggen op zien bouwen, maar ja, echt heel erg meegeleefd. En dat is hoogtepunt natuurlijk, de doop en de onthulling van de Dusket, ja. Dan ga je straks de burgemeester zien. Wat is jouw boodschap aan de burgemeester? Even over nadenken. Ja, dat is een hele scherpe. Mijn boodschap zal zijn, dat klinkt heel, hou het goede werk omhoog. Want ik vind dat ze het eigenlijk wel... heel goed doen, de gemeente Bunschoten. Want jullie hadden wat kritiek op de subsidie naar de Bottenwerf en de Oude Haven. Ten opzichte van jullie lichtgelden en zo, Nieuwe Haven. Of is dat een beetje bijgelegd? Nee, dat is een gepasseerd station voor mij. Daar was ik wel even heel teleurgesteld over hoe dat allemaal verliep. Maar dat is, ik denk 2, 3 jaar terug. Dus niet dit jaar. Dat is zeker niet dit jaar. Nee, maar dat is gepasseerd station. En we werken goed samen met de gemeente en ook met de Eendracht. Dus, dankjewel, Albert. Ja, prettig avond. Yeah.